De dames van het Nederlands hockeyelftal zijn hard in training voor het Europees kampioenschap in eigen land. Tussendoor doen de dames even een fotoshoot met twee Floortjes Engels. Natuurlijk met het hele team, ieder apart en zelfs samen met de heren. Nou, helemaal happy hoor. Vinden jullie dat dan nog leuk op de foto met weer een nieuw pakje? Ja, ik vind het wel een leuk pakje ook. Dus de foto is na 1 seconde voorbij. Dus dat is niet dat ik dat heel leuk vind of zo. Maar... Wieke, je kan zien dat jij daar vaker gedaan hebt. Foto's maken? Nou ja, deze portretfoto's hebben we wel best wel eens vaak gedaan. Ja. Het blijft raar, hè, zo'n foto? Nou, nee, niet raar, maar wel leuk om elkaar te pesten. Wie laat zich het makkelijkst pesten? Ja, toch wel. Naomi van Ass. Nee, ik denk dat het toch al Maartje Paum is. Kom op, Paum, ik kan het. Dat was echt een boer met kiespijn. Lach als een boer met kiespijn. Ja, precies. We staan er van achter. Ik heb er ook wel wat van, hoor. Wat? Jij kijkt als een boerinnetje. Zie je het? Ik had een idee, maar weer nog steeds boos gewoon, hè? Nog steeds boos. Je lachte als een boerin met kiespijn, zeg. Ja, de eerste keer, maar dat was omdat Naomi zo zat te kijken. Tweede keer ging beter. Tweede keer ging helemaal goed. Iedereen moet dan uiteraard wel goed staan en dat kun je aan deze dame wel overlaten. Zorg een beetje dat je tussen twee hoofden in zit. Tussen twee hoofden, hoor. Ja, tuurlijk. Ja, ik ken ze allemaal nog zo goed, hè? Dus je leeft nog steeds erg met ze mee. Volgens mij luisteren ze ook nog braaf. dat gaat nog maar heel kort duren, denk ik, dat ze braaf luisteren. Maar als je maar gewoon met stemwerving praat, dan schrikken ze even. Dan zijn ze even geconcentreerd en daarna moeten ze weer lachen en dat mag ook. De sfeer, die zit dus wel goed. Of het goed genoeg is voor de titel, dat zien we eind augustus. Ja, we hebben natuurlijk afgelopen week 3 keer tegen Spanje gespeeld. Ik vond dat we qua niveau per wedstrijd beter gingen spelen. Zeker de derde wedstrijd vond ik de tweede helft dat we erg goed speelden. Veel kansen creëren, veel corners. En het wordt nu 2 weken lang puntjes op de i zetten. Ja, nou ja, laten we maar gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. En als het dan inderdaad een eerste worden, is het gewoon helemaal fantastisch om in eigen land natuurlijk. Dat is wel het mooiste wat je... Ja, het is als hoofddoel. Ja, precies. Zomer, ja. Een mooie gouden medaille, denk ik. Dat weet ik niet. Eerste wedstrijd is voor Azerbeidzjan. We hebben de afgelopen periode vaak genoeg in toernooien gezien hoe belangrijk het is om de eerste wedstrijd te winnen. Dus laten we ons daar maar op focussen. Azerbeidzjan.